10 rondjes van 3 kilometer. Op meteen al een vrij technisch stukje parcours met veel los zand. De winnaar van vorig jaar ook aanwezig in deze tweede editie van de Crocodile Trophy, de Oostenrijker Harold Meyer. Bij deze eerste etappe kleine stukjes over een asfaltweggetje. Dat is een van de weinige stukjes verhard parcours op die ruim 2000 kilometer. Bijna 60 mensen aan de start geweest. Terwijl we hier kijken naar de Oostenrijker Herman Mantler. Veertig rijders uit de seniorencategorie. En daarnaast nog eens ongeveer 15 rijders uit de junioren, dames en veteranencategorie. Die 25% minder kilometers voor de wielen krijgen. En daarom is dit de winnaar, die, althans de eerste die over de finish komt. De winnaar in de juniorencategorie, de Oostenrijker Daniel Hoefnagel. En hier in het geel rijdt de winnares bij de dames, de Oostenrijkse Brigitte Kurka. En hier is de eerste Nederlandse etappezege in de seniorencategorie. Daar de man rechts met het Pulsar shirt, Maas van Beek, die voor de eerste Nederlandse triomf zorgt in deze etappewedstrijd in Australië. En zo werd daar overnacht, steeds in de open lucht. En altijd even het materiaal controleren voor zo'n lange, zware wedstrijd. En dit zijn beelden van de derde etappe. De tweede etappe hebben we even overgeslagen. Maar in die tweede etappe is Maas van Beek, die dus de eerste rit had gewonnen, uit de leiderstrui gereden door een andere Nederlander, Jaap Viergever, die er vandoor was gegaan met de winnaar van de Crocodile Trophy van vorig jaar, de Oostenrijker Harold Meyer en de Duitser Richard Schmid. En hier dat peloton. En het lijkt makkelijk, maar dit is ook heel zwaar. Maas, dit soort stukjes, als wij daarnaar kijken, denken we nou, het is goed doorrijden. Maar dit is ook heel zwaar, daar vergissen wij ons in. Nou, men ziet al dat er een behoorlijke stof opwaait. En zeker als je een tweede of een derde of vier of achterin zat, dan is het niks anders dan stofhappen. De eerste etappe, inderdaad, hier waren we vrij vlak. En, maar de wind op kop altijd, dat maakt het ook extra zwaar. Jij rijdt op kop. Waarom? Je hebt ook veel kopwerk gedaan. Waarom heb je dat gedaan? Nou, mede door wat ik net al zeg, die stof. Want ja, anders bleef je de hele dag met stof happen. En ja, ik heb mijn longen ook wel een beetje lief. Hier zie je overigens hoe zinderende hitte het was. Want het was zo'n 35, 40 graden steeds. Dan zoek ik tussen deze mannen naar de leider in het klassement. Die draagt de blauwe trui. Dat is dus op dit moment Jaap Viergever. Ja, hier moet je ook doorheen tijdens zo'n Crocodile Trophy. Maar dit is nog maar een van de kleinere hindernissen. Er komt natuurlijk nog veel meer op die dikke 2000 kilometer door het noordoosten van Australië kijken. En de rijders komen her en der nog voor soms aangename, maar soms ook onaangename verrassingen te staan. Zeldzaam publiek natuurlijk, langs het parcours. En hieruit aan de leiding, een van de vele Oostenrijkers die gestart zijn in deze wedstrijd, Thomas Moderbacher. Die wordt achtervolgd door Harold Meyer. De winnaar dus van de eerste Crocodile Trophy in 1995. En hier kijken we naar de finish van de derde etappe. En we zien daar twee mannen op het finishdoek afkomen. Harold Meyer en Richard Oersmit winnen samen de derde etappe in deze Crocodile Trophy. En hier op weg naar de derde plaats, Dieter Kwestner uit Oostenrijk. En hier ook hand in hand, de nummers 4 en 5. En dat zijn de twee dames. En hier ziet u een van hen in het water liggen. Verkoeling na zo'n zware, warme rit. Dit is Sylvia Vergo. Even bijkomen. En daar is haar landgenote Brigitte Kurka. Water, je komt het niet veel tegen tijdens deze
17 etappes durende Crocodile Trophy. Dus als het er is, geniet er dan maar van. Sylvia Vergo. En daar de binnenkomst van de Zwitser Daniel Galli, die vorig jaar succesvol was, won 4 etappes in de Crocodile Trophy. Dus ja, op viergever. Ja. Die even laat merken dat ook hij hier de finish heeft gehaald. En de aankomst van Maas van Beek. Je ziet hier gewoon lijden aan je gezicht, hè? Ja, echt wel. Je snakt ook naar het water. Het laat overigens zien hoe helder het water is. En je kon het toch gewoon drinken? En over water gesproken, je hebt ook een soort van waterzak op je rug zitten, hè? Ja, dat klopt. Ik wil wat extra vloeistof meenemen. Er kan zo'n 2,5 liter in en zo'n camelback. En dat is wel heel belangrijk voor zulke lange etappes. En wat ook, denk ik, heel nuttig is, dat slangetje dat direct naar je mond gaat. Zodat je zonder handelingen te verrichten meteen kan drinken. Ja, inderdaad. Je hoeft niet naar je bidon elke keer te grijpen. Want ja, sommige wegen waren heel erg slecht en hobbelig door de vele stenen die erin zaten. Drinken, drinken en nog eens drinken. En hier weer door het water. De meesten blijven gewoon op de fiets zitten. Maar ik zag in de eerste beelden van deze Crocodile Trophy dat, kijk, hier gewoon er dwars doorheen rijden. Maar de eerste beelden zag ik jullie nog voorzichtig door dat water lopen en kijken wat er in zit ofzo. Klopt dat, Maas? Ja, inderdaad. In het begin ben je best wel voorzichtig, want je weet nooit wat je tegenkomt. Wie weet of er hapt dan een keer een krokodil je de fiets in. Maar op een gegeven moment wil je toch van voren blijven zitten, dus dan ram je er maar doorheen. En dit is een van de bevoorradingsposten waar drank en eten te krijgen is. Die posten die zijn steeds na ongeveer 50 kilometer voor de deelnemers ingeruimd. En daar moet je ook echt gebruik van maken, want anders kom je jezelf tegen later in de etappe. Ja, op een gegeven moment hadden we een etappe van 220 kilometer. Even om aan te geven wat je moet drinken. Toen heb ik meer dan 15 liter gedronken. 15 liter water in, 10 uur tijd? Die etappe was 10 uur lang. En hier rijdt de Duitser Richard Oelsmiet weg bij de bevoorradingspost als eerste. Ja, maar op een gegeven moment zal hij toch wachten, want anders kom je jezelf absoluut tegen. En hier dan eenzaam en alleen Maas van Beek op weg naar zijn tweede etappezege in deze Crocodile Trophy 1996. Maar hij moet nog één hindernis nemen. Nou, dat gaat ook maar net hier. Je moet bijna van de fiets af. Maas van Beek, een van de twee Nederlandse deelnemers dus in deze Crocodile Trophy in Australië. Nog even aanzetten tot de finish. En hij zorgt voor het derde Nederlandse succes in de eerste vier etappes. Want de eerste rit won hij ook. En nu de vierde etappe. En Jaap Viergever had dus ook al een etappe op zijn naam geschreven. Maas van Beek. Kapot. Kapot, mag ik wel zeggen, hè? Ja, echt wel. Ja. Ik heb toen die etappe toch 6,5 minuut teruggepakt. Van de achterstand van 9,5 minuut. Dus daar komen ik was dan daar bijzonder content mee. De achtervolgers, nummers 2, 3 en 4. Ik geloof dat die man in het geel daar zelfs onderuit gaat in dat water. En dat ze maar lopend naar de finish gaan, dat laatste stukje. Ja, het was echt een stijl stukje naar de start, naar de finish toe. En er komt als tweede binnen Richard Oelsmiet. Harmo Plusnig wordt derde. En Willy Binnig eindigt op de derde plaats. Die Binnig trouwens, die hier vierde werd, terwijl we hier de finish van onder andere Harold Meijer zien. Die Binnig heeft overigens in het verleden ook een aantal malen met de motor deelgenomen aan Parijs-Dakar. Dus die is misschien een beetje thuis in deze omstandigheden. En dan de start van de vijfde etappe, vlak daarvoor. Die start was bij een Aboriginal kamp. En hier ziet u Maas van Beek met een van de Aboriginal kids. You want my watch? Nou, dat ga je toch niet doen. Je gaat toch niet nou je horloge weggeven? We moeten kijken hoe blij als dat kind ermee is.
Ja, dat zijn toch aandoenlijke beelden, dit trouwens ook. En dat allemaal tijdens die Crocodile Trophy, terwijl we hier in beeld zien Herman Mantler uit Oostenrijk. Een van de vele Oostenrijkers in deze mountainbike wedstrijd over 2210 kilometer door Australië. En dan kom je dus ook gewoon Aboriginals tegen. En dat, zo'n samenkomst en ontmoeting zorgt dan voor de ontspannen toon tijdens zo'n wedstrijd. En dit zijn dan weer van die hobbels die genomen moeten worden. Echt, er liggen gewoon stenen en daar moet je maar overheen. Gelukkig niet meer dan 2000 kilometer stenen, maar het is moeilijk genoeg, neem ik aan. Daar zijn tenslotte die mountainbikes voor gemaakt. Dit is Peter Rijman, de Oostenrijker, die op dat moment even aan de leiding ligt in deze etappe. En vlak achter hem de Duitser Detlef Beker. Trappend door deze woestenij en leegte op het parcours van deze Crocodile Trophy. Vooral de eerste etappes, de eerste helft zeg maar van de hele Crocodile Trophy hebben jullie heel veel door dit soort terreinen gereden, hè? Maas? Ja, klopt, ja. De laatste drie, vier etappes, toen gingen we door het regenwoud. Dat was een totaal andere omgeving. Echt veel en veel mooier als hier. Want hier, dit waren etappes die je eigen afvraagt. Duizend in één keer heb ik me eigen afgevraagd. Wat doe ik hier helemaal aan de andere kant van de wereld? Afzien. Maar een geweldige kick natuurlijk ook, dat je dit kan, dat je hier aan deel kan nemen en het ook nog kan volbrengen. Ja, absoluut. Want als ik me ziet dat ik me 11 maanden uitgereden heb. Dus, van de bijna 60 die gestart waren. Hoe warm was het hier nou? Een 35, 40 graden constant. En hier een valpartij, en dan moet ik eigenlijk zeggen, weer een valpartij van de Australiër Andrew Blackmore. Die was al een paar keer tegen de grond gegaan. Deze glazenwasser van de Australische Gold Coast. Maar deze valpartij loopt voor hem toch wat slechter af dan de voorgaande smakken. Omdat hij hier een aantal zwaar gekneusde ribben aan overhoudt. En hij moet tenslotte de strijd staken. Dat zal niet vanwege deze schavenwondjes zijn, maar vanwege die zwaar gekneusde ribben. Hij kon dus de 2210 kilometer van deze Crocodile Trophy niet volmaken. Andrew Blackmore, terug naar huis, op de ladder, ramen lappen. Toch heel wat anders dan fietsen door de woestenij. Het ergste van was dat als je een druid moest, dan kwam je in een gammele bus achter de koers aan te zitten. Dus je kon eigenlijk in principe beter op de fiets blijven zitten. Maar voor hem was het echt helemaal over en sluiten. En inmiddels zijn we terechtgekomen in de zesde etappe die de rijders leidt naar Rupert Highway Junction. Wie kent het terrein niet? Dat was weer een etappe over dik 150 kilometer. Niemand kent dat terrein. Dat kan ik me goed voorstellen, want je komt hier gewoon ook helemaal niemand tegen. Nee. Op een gegeven moment krijg je zelfs ook een waarschuwingsbord. Misschien dat die zo in beeld komt, ja. Dus Disease Control Area, en daar mogen jullie gewoon doorheen. Doen we gewoon. Je moet toch ergens naartoe. Je moet tenslotte het parcours volgen dat door de organisatie is uitgezet. Het is een organisatie. De wedstrijd wordt in Australië verreden, maar het is een organisatie die in Oostenrijkse handen ligt. Ja, klopt, ja. Een voormalige beroepsrenner, Gerard Schuinbacher. Die heeft het hele parcours zelf uitgezet en bedacht. Ja. Eigenlijk de hele formule bedacht. Ja, inderdaad. Ja, maar het is een schitterend idee, echt. Hoe komt het dat zo populair is bij de Oostenrijkers? Want de meeste deelnemers kwamen ook uit Oostenrijk, maar doorgaans in het bekende mountainbike circuit, kijk naar de internationale wedstrijden en de mountainbike wedstrijden of de wereldbekerwedstrijden, daar spelen de Oostenrijkers toch helemaal geen belangrijke rol van betekenis. Nou, je moet het zo zien, dit is echt geen wedstrijd voor doorgewinterde profs, want die hebben daar in principe weinig te zoeken. Het is een diep watertje trouwens. Ja, ja.
Het is echt overleven, dus echt een puur survival gebeuren. En de gemiddelde leeftijd die ligt toch ook wel zo rond een 35 jaar, denk ik. Want het zijn echte doordouwers die af kunnen zien tot dat ze erbij neervallen. Over neervallen gesproken, hij denkt van, nou, ik zie water, laat ik mezelf maar helemaal onderdompelen. Rupert Maisel denkt van, hoe meer water, hoe beter. In zulke waters liggen ook absoluut wel krokodillen, maar ja, daar denk je niet bij na. En er is een auto van de organisatie voorgereden, dus je hoopt dat die krokodillen daardoor weg zijn gezwommen. Wel een krokodil gezien tijdens die 2000 kilometer? Nee, gelukkig niet. Wel gegeten. Wat overigens wel heel lekker was. Uiteraard, kan ik me heel goed voorstellen. Hier zien we dan een opvallende finish tijdens deze etappe. Het is gewoon een sprint geworden van het peloton. En die wordt gewonnen door daar nummer 24, Jaap Viergever. Die opnieuw voor een Nederlands succes zorgt. En die zag even de gebalde vuist van de man in het groene shirt, Maas van Beek. Jij hebt toen de sprint voor Jaap Viergever aangetrokken. Wel opvallend dat deze etappe in een sprint eindigt van het peloton. Want dat zie je absoluut niet vaak tijdens dit soort ritjes van de Crocodile Trophy. Nee, want er waren toch echt drie absolute toppers. Harald Meijer, Jaap Viergever. Hier staat die Meijer trouwens, met nummer 1. In het groen. Ja. En deze man met het blauwste, oudste deelnemer in het veld, dat is Dieter Questner, 54 jaar. Werkelijk ongelooflijk dat die man deze ontberingen kan doorstaan. Hij reed dan wel 25% minder, maar toch een enorme prestatie. Kijk eens hoe men de hele dag moet stofhappen. Het is een en al stof wat je op je gezicht krijgt. Maas van Beek zelf even in beeld. Wat eet je daar? Ja, muesli, repen en eten en drinken enzovoort. Dat is zo super belangrijk. Dit is de fiets van de winnaar van de etappe, Jaap Viergever. Die staat er nog frisjes bij, moet ik zeggen. Dan gaan we over naar een van de volgende etappes van deze Crocodile Trophy in het noordoosten van Australië. We zien voorlopig daar een auto van de organisatie. En hier het voorwiel van de fiets van een van de twee Nederlandse deelnemers. Dit is de fiets van Maas van Beek. Dit zijn beelden van een trainingsrit voor de negende etappe. De negende etappe is een tijdrit in Burketown. Maar eerst wordt er nog een redelijk ontspannen trainingsritje verreden, waar ook deze dame bij zit, Sylvia Vego. Maas van Beek ziet u rechts. En links de fiets en het lichaam van Harald Meijer, de Oostenrijker, die dus vorig jaar deze wedstrijd op zijn naam wist te brengen. Met nummer 20, dit is hier in het geel, de Belg Boudewijn Engels. En dan de start van Sylvia Vego van de tijdrit. Die gaat over 15 kilometer. De Oostenrijkse gaat als eerste op pad. Dat was Gertrud Köder uit Duitsland. En het wordt gewoon allemaal met stopwatches bijgehouden. Ja. 15 kilometer tijdrit tijdens een etappewedstrijd over 17 ritten in totaal 2000 kilometer. Meer dan 2000 kilometer, meer dan 2200 kilometer. Dan is zo'n tijdritje in wezen niets, maar om toch door die vlakte te rijden op weg naar een keerpunt. Dat is toch niet eenvoudig. Ja.
kijken we op de rug van de Oostenrijkse Sylvia Fego. Hieruit de Duitser Gertrud Köder, een van de oudere deelnemers aan deze Crocodile Trophy. Dit is met nummer 22 de Zwitser Daniel Galli. En hier komen we naar het keerpunt toe. Wat is het keerpunt? Gewoon een auto waar je met je fiets omheen rijdt en dan terug voor de volgende 7,5 kilometer hier voor de wielen van Maas van Beek. Woestenij, dan een auto, daaromheen, terug. Mooie beelden. En hier de finish van Maas van Beek. Deze etappe over 15 kilometer, deze tijdrit. Dat is de Belg Joey Meder die binnenkomt. En hier wordt de winnaar van deze etappe gehuldigd. Van het groen, van de groene puntentrui krijgt hij de blauwe leiderstrui in het algemeen klassement. De winnaar van de editie van vorig jaar, de Oostenrijker Harold Meyer. Hij wint deze negende etappe, deze tijdrit. Daar krijgt hij nog een soort van muziekinstrument van de Aboriginals overhandigd. Ook dat hoort er allemaal bij in deze Crocodile Trophy in Australië. Dan staan we aan de start van de 11e rit. We hebben de 10e etappe overgeslagen. De 11e rit van de Crocodile Trophy. En wat zie ik? Stukjes asfalt. Wat zullen jullie blij geweest zijn daarmee? Ja, inderdaad. Na al die kilometers stofhappen en mulzand, etcetera, dan ben je geneigd om het asfalt te kussen. Echt, dat is onvoorstelbaar. Het is een etappewedstrijd, dus over 17 ritten. Meer dan 2200 kilometer, waarvan slechts 65 kilometer parcours op de verharde weg. En hier, aan kop van het peloton, Maas van Beek. Toppers in deze etappewedstrijd. Harold Meyer, de Oostenrijker dus. Maas van Beek. Jaap Viergever. En de Duitser Olsmied. Hier zie je hoe warm het is. Heeft natuurlijk ook wel het een en ander te maken met het camerastandpunt. Maar het was gewoon erg warm. Dik 30 graden in Australië. En nog altijd die spaarzame kilometertjes asfalt in deze 11e etappe. Dat is de auto met reservemateriaal, met reservefietsen, die achter de rijders aanrijdt. Dit is geen auto die bij de organisatie hoort, hè? Nee, dat is een veetransportauto. Nou, die gasten, als je ziet hoe die er overheen rammen, dat is onvoorstelbaar. Die gaan met 80, 90 km per uur over van die slechte wegen heen. Boudewijn Engels rijdt hier aan kop en hier, aandoenlijk. Een doodzwijn. Ook die kom je tegen onderweg. Over auto's gesproken, die zagen jullie echt sporadisch, hè? Ja, inderdaad. Heel weinig. Ja, behalve de auto's van de organisatie dan. Die werd je op een gegeven moment ook best wel zat. En dan kijken we wie hier de leiding in de wedstrijd heeft gekregen. Dat is de Belg, Boudewijn Engels. Vlaming, uit de buurt van Antwerpen komt hij. En hij heeft alle concurrenten losgereden in deze 11e etappe. En hij komt als winnaar over de streep. Boudewijn Engels zorgt voor een Belgisch succesje in deze Crocodile Trophy. Om het maar even internationaal te houden. Dat is Daniel Galli, de Zwitser, die als tweede binnenkomt. En hier de sprint om de derde plaats.
aangetrokken door Maas van Beek. Dat doet hij voor Jaap Viergever. Om hem wat punten voor het puntenklassement bij te laten verdienen. Van Beek laat dan lopen. En inderdaad lukt het hier rechts voor met nummer 24, Jaap Viergever, om deze sprint op zijn naam te brengen. Derde plaats voor hem. In deze elfde etappe, en daar komt Van Beek moe gestreden, ook over de finish. En we staan aan de start, althans de overgebleven coureurs, voor de twaalfde etappe. Steeds minder deelnemers gedurende deze Crocodile Trophy over 17 etappes van de bijna 60 gestartenen. Nog ongeveer 20 mannen in koers. 18 mannen zou ik dan moeten zeggen en 2 vrouwen. Maar het is een echte afvalwedstrijd geworden. Maar dat iedereen natuurlijk ook verwacht. Hier zien we uithangbord van een range die op het parcours is gelegd. Althans, die stond er natuurlijk al. Een range, kom je onderweg tegen? Ja, daar heb ik nog een heel leuk verhaal bij. Op een gegeven moment, we sliepen dus onder de blote hemel ook bij die ranges. En ik neem al jarenlang mijn eigen kussen mee. En op een gegeven moment eigen kussen om te slapen? Om op te slapen, ja. Die ondertussen hartstikke vies geworden was van de stof en de modder enzovoort. En die was ik op een gegeven moment vergeten bij die ene range. En ik vertelde dat tegen de boerin bij de volgende range. Dus 's morgens gingen we ontbijten en wat schetst onze verbazing, komt er een helikopter aangevlogen met de boer van de vorige range. Die dropt dat kussen en hij vliegt zo weer terug over de afstand van 185 kilometer heen. Dus nog een keer terug ook. Hoe fantastisch die mensen zijn, dat is ongelooflijk. Misschien wel wilden ze van het kussen af omdat het zo enorm stonk, maar dat laten we maar even in het midden. Terug op de fiets. Voor meer kilometers van deze Crocodile Trophy met de materiaalwagen erachter. De belangrijkste materiaalwagen met wielen en fietsen achter het peloton. En hier weer een van de spaarzame vrachtwagens die voorbij komen. Die voorbij stuiven zou je beter kunnen zeggen, want je ziet gewoon een hele tijd niets meer. En dat geeft nog maar eens aan hoe sporadisch op deze wegen gereden wordt en hoe droog het daar is. En tegelijkertijd hoe warm het natuurlijk ook is. De stof is weggetrokken en dan duikt daar het peloton op. Gaandeweg de wedstrijd, dus in het verloop van de vele dagen dat deze etappewedstrijd duurde, steeds zie je meer renners die bij elkaar blijven zitten, meer kilometers in de wedstrijd, omdat het heel zwaar is en als je er in je eentje vandoor gaat, loop je natuurlijk steeds meer risico naar al die andere zware etappes die je al achter de rug hebt en in de benen hebt, om jezelf tegen te komen. 12e etappe van deze Crocodile Trophy. En hier zien we dan de sprint naar de finish. Met Jaap links Harald Maier, rechts Jaap Viergever. En Viergever die een beetje wegslipt daar. De groene man en die daardoor de sprint verliest, die komt op naam van Harald Maier. Viergever wordt tweede. En de andere twee in dat groepje waren Maas van Beek en de Duitser Richard Ulschmid. En dat was de finish van de Duitser Willy Binnig. En daar roept iemand ijskoud cola, ijskoude cola, ijskoud water. En wie snakt daar niet naar? Na weer bijna 200 kilometer door de woestenij te hebben gereden. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in. Eventjes bijkomen. Even wat ontspanning in deze toch zeer zware, de zwaarste mountainbike etappenwedstrijd in de wereld. En ook de langste, maar natuurlijk ook de meest avontuurlijke. En dit is weer die 54 jaar oude, de oudste deelnemer, Dieter Questner. Dit is de Oostenrijker Heimo Plusnig, die ook een etappe op zijn naam wist te brengen. Brussels. He was 6'4" and full of
Inmiddels zitten we in de 13e rit die gewonnen wordt door de Duitser Richard Ohlschmidt. De finish van deze langste etappe over 222 kilometer. En daar baalt heel duidelijk Jaap Viergever. Die had een probleem met zijn stuur. Ja, dat klopt. Die was gebroken. Dus ik had de sprint wel voor hem aangetrokken, maar helaas mocht dat niet baten. Want... Frustratie ook, maar ook gewoon even... Je laat jezelf besprenkelen met wat water. Ja, op een gegeven moment heb ik zo kapot gezeten dat ik een flesje van het isotone drank over me heen spoelde. Want ik had dat niet eens meer in de gaten. 222 kilometer. 10 uur lang op de fiets. Morgen serveert Sport 7 weer topvolleybal uit de Nederlandse herencompetitie. Punten scoren. Blokken, serveren en smashen. Met het beslag van Rentokil ZVH tegen TDK Brevok. Nederlands herenvolleybal in Topsport 7. Morgen 7:15 bij Sport 7. Hier, neem een Vicks Blue. Dat helpt. Vicks Blue, extra sterk, extra fris. Guus Hiddink zei ooit, Nederland heeft zo'n 15 miljoen bondscoaches. En misschien ben jij wel de megacoach. Want vanaf nu kan je zelf je eigen superelftal samenstellen. Bel nu 06-300-888 en werk je op als megacoach. Met een budget van 10 miljoen gulden heb je de keuze uit al je favoriete spelers. Maar let op! Want uit ieder elftal mag maar één voetballer gekozen worden. Of jij de nieuwe megacoach bent, zie je wekelijks op dinsdag en vrijdag in Sportcafé bij Sport 7. Invasiel helpt je huid te beschermen. En Invasiel deodorant beschermt jou tegen transpiratiegeur wanneer je het meest nodig hebt. Invasiel beschermt. Er zijn van die avonden die meteen goed beginnen. Want er is nu nieuwe Dubro Citroen. Dat verwijdert vet niet alleen, maar lost het ook nog volledig op. En zo gaat afwassen bijna vanzelf. Afwassen doe je samen met nieuwe Dubro Citroen. Iedere zaterdagavond serieuze gesprekken in Sport en Beeld. Ik ben dichter en weet wel alles hier staan. Serieus? Ja, sport is voor domme lichamelijke mensen. Presentator Koos Postema en de wekelijkse column van Ronald Gippard. En er is muziek. Bergambacht wint, de schrik van alle velden. Als ik hier naar kijk, dan denk ik aan voordat ik geopereerd werd. Knap, zilver, ja, Nederland zelf al, hè, mooi hè. Iedere zaterdag, Sport en Beeld, 7:15. Again. Boss Elements Aqua. Invasiel helpt je huid te beschermen. En Invasiel deodorant beschermt jou tegen transpiratiegeur wanneer je het meest nodig hebt. Invasiel beschermt. De Australische woestenij even over naar dit terrein in de Bergse Hoek onder de rook van Rotterdam voor onze fietstest van de week, Top Mike. En voor deze week kozen wij voor de Gazelle Instinct. Die wordt dus getest op het mountainbike parcours van sportvereniging Ticano. En op de fiets zit onze testrijder, zoals die daar iedere week zit, Maas van Beek. De fiets wordt getest op materialen en onderdelen. Rijgedrag om- en offroad, de prijs-kwaliteitsverhouding en het gebruikersdoel. Op fietsgebied zijn de laatste jaren spectaculair veel innovaties geïntroduceerd.
Gazelle zorgt ervoor dat de stroom vernieuwingen niet stopt en ontwikkelt voortdurend fietsen en onderdelen die het beste beantwoorden aan de wensen van de recreatieve mountainbiker. De Gazelle frames en onderdelen worden steeds lichter en zijn kwalitatief perfect. Niet in de laatste plaats omdat Gazelle steeds vaker nieuwe materialen als aluminium en roestvast staal toepast. De Instinct is er in 3 framehoogtes. De fiets heeft 21 versnellingen en beschikt over een Shimano Acera X achterderailleur en Shimano Altus C90 cantilever remmen. De Gazelle Instinct Mountainbike is er een uit de Gazelle Next collectie. Een volledig concept met de unieke Gazelle frame geometrie. De Next Generation fietsen zijn afgemonteerd met de nieuwste high-tech componenten. Het uniek vormgegeven Next kruismodel frame is met behulp van CAD-CAM technieken en jarenlange ervaring ontwikkeld. De functionele knik in de bovenbuis geeft extra veiligheid bij noodstops en bij situaties waarin snel geanticipeerd moet worden. Het exclusieve kruisframe is uiterst stabiel. De oversized chrome molybdeen hoofdbuizen zorgen tezamen met de wishbone achtervork voor maximale stijfheid. Het frame is TIG gelast. Uit de combinatie van de hoofdbuizen en de chromo voorvork is een uitgekiend geheel ontstaan. De Gazelle Instinct is de perfecte basisbike uit de mountainbike collectie van de Nederlandse fietsenfabrikant. Het betreft hier echter een bike die niet voor wedstrijdgebruik bestemd is en die uit de lagere prijsklasse komt. Maar het is wel een fiets waarmee iedere mountainbike enthousiasteling zelf aardig uit de voeten kan komen. Zowel on- als offroad. De fiets is vrij kort gebouwd, waardoor hij behoorlijk klimt. Het stuur van de Gazelle Instinct is afgemonteerd met bar ends. De stuurpen is van Calloy. Behalve met chromo hoofdbuizen en dito voorvork wordt de fiets afgeleverd met pedalen met chromo as en aluminium kooi. De Gazelle Instinct is verder afgemonteerd met Vredestein Fumo banden die een lekbeschermend profiel hebben. En dan de eindbalans van deze Gazelle Instinct. De pluspunten. De bike heeft een stevig frame, de kettingbeschermer houdt de broekspijp in heel, het zadel is comfortabel en de fiets is gezien zijn prijsklasse licht van gewicht. Het is vooral een fiets voor de recreant. Als minpunt ervoer onze testrijder dat de fiets niet optimaal schakelt. Deze stoere, eenvoudige Gazelle MTB kost echter slechts 999 gulden. Een prima prijs voor een bike voor de recreatieve fietser. En van topbike in de Bergse Hoek bij Rotterdam is het maar een kleine sprong naar Mount Mulgrave in Australië, waar we verder kijken naar het verloop en het vervolg van de Crocodile Trophy 1996. De tweede editie van deze mountainbike wedstrijd over meer dan 2200 kilometer in het noordoosten van Australië. En het is toch een hele andere etappenwedstrijd dan bijvoorbeeld de VTT, de Tour de France voor mountainbikers. Want hier moeten de deelnemers echt alles zelf doen. Wassen in de rivier of in het meertje wat daar ligt. Het parcours bij al deze etappenwedstrijden is zo uitgekiend dat start en finish altijd dichtbij een water zijn waar je jezelf kunt wassen, maar waar je ook je materiaal kunt verzorgen. 2 Nederlandse deelnemers dus in deze etappenwedstrijd over 17 ritten. Jaap Viergever en Maas van Beek. En de laatste die zit hier naast mij om af en toe wat aanvullende informatie te geven bij deze mensonterende, zou je haast zeggen, etappenwedstrijd in Australië.
2200 kilometer, meer dan dat, waarvan slechts 65 kilometer over de verharde weg en voor de rest door woestenij en zandweggetjes. Bijna 60 rijders gestart en er zijn er nog ongeveer 16 in de wedstrijd. Hier weer zo'n watertje waar je kunt wassen. Nou, in deze waters daar, liggen absoluut ook wel krokodillen. Een aggregaat van de organisatie die houden die beesten op afstand door de trilling en het geluid. En dan hoef je nergens bang voor te zijn. Nou, je was ook zo moe s'avonds, je plofte eigenlijk in bed en ging slapen. Je dacht er ook niet bij na, want ja, als je erbij na gaat denken, dan kun je net zo goed gelijk naar huis gaan. Maar gelukkig heeft niemand tijdens de Crocodile Trophy van dit jaar een krokodil gezien. Maar ja, toch zouden die beesten een keer hun gezicht moeten laten zien, al is het alleen maar om de naam van de wedstrijd eer aan te doen. Alles zelf doen, inclusief koken, het bakken van eieren en wat spek. Ook dat hoort erbij. Het is een avontuurlijk geheel. Het is een hele zware beproeving over die dik 2000 kilometer met je mountainbike. Maar ook dit hoort erbij. Niet alleen trappen door de vrije natuur, kamperen in de vrije natuur en eten op een hele simpele wijze. Kregen jullie eigenlijk wel genoeg eten binnen voor om iedere dag weer zo'n zware wedstrijd te rijden? Ja, de verzorging was echt perfect. Er was genoeg eten en drinken. Echt, dat was grandioos verzorgd. Er gingen ook twee vrachtwagens mee vol met eten en drinken. En wat ik net al vertelde, er was een aggregaat bij die hield die vriezers op koeling. Dus dat was perfect verzorgd. Maar van een paar gebakken eieren kan ik geen 2000 kilometer rijden. Nee, maar er was ook wel genoeg eten daarnaast. Spaghetti en veel koolhydraatrijke voeding. Maar zo te zien was het niet echt lekker. Hier zitten echt mensen te eten van nou, het moet maar om in ieder geval iets naar binnen te krijgen voordat er aangevangen wordt met de volgende etappe, de 14e etappe in deze Crocodile Trophy. Eerst moet deze vrachtwagen met 1, 2, 2 aanhangers er nog achter, moet even uit de weg om de weg vrij te maken voor de overgebleven coureurs die nog in de strijd zijn van deze Crocodile Trophy mountainbike wedstrijd. En dan moeten dadelijk daar uit het water de eerste coureurs opduiken. We zitten in een etappe van Mount Mulgrave naar Laura. En wie wil er niet snel naar Laura rijden? Was het niet Albert West die zong over Tell Laura I Love Her? Hier komt als eerste door het water geploeterd. Daar moeten we even opletten. Dat is Harold Maier, De Oostenrijker die vorig jaar de Crocodile Trophy won. En daarachter rijdt Maas van Beek in tweede positie. Dit is dus Harold Maier. Die in 1985 nog succes boekte. Althans relatief succes boekte als wegrenner. Hij werd toen de vijfde bij de wereldkampioenschappen. Die prachtige wereldtitelstrijd die toen gewonnen werd door niemand anders dan Joop Zoetemelk. Die mag toch ook wel even vermeld worden tijdens deze Crocodile Trophy. Harold Maier was dus wegrenner, maar de laatste jaren actief als mountainbike coureur. Die Maier heeft overigens 5 maal aan de Tour de France voor wegrenners meegedaan. En dit is toch weer een hele andere beproeving, maar hij heeft zich er toch wel goed in bekwaamd. Gezien het feit dat hij dus vorig jaar de eerste editie van de Crocodile Trophy op zijn naam wist te brengen. En nu doet hij het ook weer heel goed en zit heel goed voorin. Dan terug naar het peloton. Aangevoerd, zoals we dat zo vaak hebben gezien, door Maas van Beek. Daar vlak achter de Duitse Richard Ulsmid met nummer 17. Rijdt Harold Maier weer naast met startnummer 1. En de rest van de mannen die nog in de strijd zijn tijdens deze zware beproeving. Het wordt daar al wat meer begroeid dan we in de eerste dagen van de etappewedstrijd zagen. Het wordt ook wat vochtiger, maar minder warm. Dus de omstandigheden waren niet echt slecht. We rijden overigens steeds verder richting Cairns.
Cairns is de stad waar dit jaar de wereldkampioenschappen voor de mountainbikers werd gehouden. Meijer op kop, in tweede positie rijdt daar Daniel Galli, de Zwitser. En hier zit ook hier is Maas van Beek en Jaap Viergever, de twee Nederlanders, in het achtervolgende groepje. En dat was in het geel Willy Binnig, de Duitser. Dat was Binnig weer, de Duitser, met wat heuvels op de achtergrond die steeds vaker opdoemden in het parcours. Heuveltjes werden heuvels en gaandeweg de etappewedstrijd werden heuvels, gewoon gebergtes. En hier ligt, helaas voor hem, in het blauw, dat is de oudste deelnemer in het veld, Dieter Kwestner, die gevallen is. En er slecht aan toe lijkt, maar gelukkig kon hij de strijd vervolgen, deze 54-jarige coureur. En dan terug naar de kop van de wedstrijd. Maas van Beek, vlak achter hem Jurg Krasser, de Oostenrijker, met nummer 2. En met nummer 17 Richard Oelsmit, de Duitser. Die voeren dit groepje aan. Daar zit Willy Bennig nog bij, met nummer 15, die man in het geel, de Duitser. En natuurlijk, hij is er steeds bij, Harold Meijer. Deze mannen gaan bepalen wie de 14e etappe op zijn naam mag schrijven. Dit is Brigitte Kurka, een van de twee dames nog in de strijd, ook uit Oostenrijk. Zij rijdt in het vrouwenklassement aan de leiding. En wie doemt dan hier op? Dat is Jaap Viergever, die op weg gaat naar zijn derde etappezege in deze editie van de Crocodile Trophy. Jaap Viergever boekt het vijfde succes voor Nederland. Twee keer een overwinning voor Maas van Beek. En dit is de derde zege voor Jaap Viergever, die als eerste hier finisht voor Harold Meijer, die tweede wordt. En de Duitser Binnig, die derde wordt. Ja, Willy schoot de bocht binnendoor. Ja? Ik denk, wat doet hij nou? Willy van... Ja. Dus, ja. Maar was toch goed te zien, of niet? Ja, heel goed. Ik stond hier met een blauwe vlaggetjes. Ja, maar de trein naar links, dat was toch goed te zien, hè? Heel goed. Nee, want er stonden mensen die zeiden dat we deze kant op moesten. Ja, ja. Ik weet niet waar... Nee, dat was voor de fruitcontrole. Hebben jullie appels mee of bananen? Nee. Ja. Dat, is de, dat mag niet. Och jee, dan zijn we klos. Jullie moeten terug kunnen afkeren. En dan komt die piste over zijn fiets heen. Maar ik zeker dat zijn fiets positief is. Go, we need help you, right? En dat is de start van de 15e rit. De vlag wordt gezwaaid door een van de Aboriginal kids. Maar er is wat verwarring, want ze begint gewoon gretig te zwaaien, terwijl eigenlijk het startsein nog niet gegeven had mogen worden. Maar de organisatie laat het maar begaan. En de mannen die nog over zijn, zijn gestart voor de op twee na laatste etappe in deze Crocodile Trophy. Die hen nog ongeveer, nou wat moeten ze afleggen, de laatste drie etappes, een kleine 300 kilometer scheidt van de ultieme finishlijn. En die ligt in Kuranda. Maar daar zijn ze dus nog niet. Eerst nog drie etappes te verrijden. En we gaan nu richting Cooktown. En wie kent Cooktown niet? Destijds ontdekt door Captain Cook. Wat zal het zijn? Pakweg 1792 in die buurt. En als ik het niet zeker meer weet, u wilt het wel zeker weten. Er staat vast nog wel een leuke encyclopedie in de kast bij u thuis. Nog een kleine 300 kilometer van de in totaal 2210 kilometer. Daar ineens een tegenligger, een van de weinige personenwagens die de rijders gedurende de 17e etappes zijn tegengekomen. Hier rijdt een man met gezin, zo te zien, en een bootje op het dak. En je zou je afvragen, wat doet die man daar? Maar ik heb meer het idee dat die mensen in die auto zich afvragen, wat doen die fietsers hier? Om nou te zeggen van die man die vindt het hier erg leuk. Volgens mij hebben ze een zeer vervelend tochtje daar met dat autootje. Maar dan kan je natuurlijk ook van die coureurs zeggen die een hele zware tocht
rijden door het noordoosten van Australië. Deze zware avontuurlijke etappewedstrijd. Dus wachten op de volgende coureur, dat is... Ja, dat is de dame die nog in de wedstrijd is, Brigitte Kurka. En hier zien we wat beelden van de omgeving van waar we terecht zijn gekomen. Lakefeld Park. Een van de rivieren daar, in het prachtige gedeelte van Australië. En ten teken van het feit dat er toch nog wel wat leven daar is, liggen daar wat bootjes in het water. En dit zijn plaatjes van de omgeving waar de plaatselijke VVV, denk ik, erg blij mee zal zijn. Tussen het dorpje Rora en Cooktown, deze omgeving. Als u er nog eens naartoe wilt, pak de kaart erbij. Boek een reis en geniet ervan. En neem de mountainbike mee, want dat is een ding dat zeker is. Je kan daar fantastisch fietsen. Terug naar de wedstrijd. En dan zien we Maas van Beek kapot binnenkomen. Bij de finish van de 15e etappe. In de wetenschap dat Jaap Viergever deze etappe op zijn naam heeft gebracht. En voor de vierde keer een rit wint. Maar het zal hem een zorg zijn, zijn ploeggenoot Maas van Beek. Want die is helemaal kapot. Tijd verloren op Jaap Viergever hier. En volgens mij wil Maas van Beek drinken. En dat krijgt hij dan ook. In deze etappe ben ik wel opgeschoven van de vierde naar de derde plaats. Dus, ik was inderdaad helemaal kapot. Maar... Dat hoort natuurlijk bij deze wedstrijd. Je kan geen 2210 kilometer rijden en dan fris aankomen. Nee. Weken daarna nu, dan ben ik ben nog hartstikke moe. Zo waren een heuse vuurtoren in de omgeving ontdekt. En daar zit Harold Meijer even bij te komen van zijn inspanningen in de 15e etappe. En hier zien we de finish van Brigitte Kurka. Als enige vrouw nog in de wedstrijd. En ook hier op de twee na laatste etappe weet zij de finish te bereiken. En dan liggen we in het water en dan doemt daar een heuse, nou wat is het, vis op. Het leek me een haai, maar helemaal zeker ben ik er niet van, want die kom je toch aan de Noordzeekust niet iedere dag tegen. Een krokodil was het zeker niet. Start van de 16e etappe dan. De zwaarste etappe van deze Crocodile Trophy. Jaap Viergever voor de start, dit is het gezicht van Maas van Beek. En deze etappe die voert over 144 kilometer. Leidt de coureurs over drie klimmetjes met een waanzinnig stijgingspercentage van maar liefst 30%. En dan kan ik waarschijnlijk het woord klimmetje gewoon vervangen door drie zware cols. De voorlaatste etappe van de Crocodile Trophy maakt het de rijders nog eens heel erg moeilijk. Hier rijden ze dan over een brug en die etappe is dan heel erg moeilijk, maar ik heb het idee dat de rijders hier dan even verwend worden. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 rijders daar. Ze worden even verwend, want ze hoeven met de fiets deze keer niet door het water. Ze mogen er gerust overheen op een verhard stukje weg. Om die zware etappewedstrijd niet nog zwaarder te maken. Daniel Galli, de Zwitser, rijdt hier op kop als het nog heel rustig aangaat in deze beginfase van de wedstrijd. Maar hier is het dan een heel ander verhaal. Hier wordt het zwoegen en ploeteren. Het lijkt niet zo stijl hier, maar het is toch wel flink afzien voor de rijders. Met in het midden Jaap Viergever. Links naast hem zit Richard Ulsmiet, de Duitser, en rechts zit Harold Meijer. En helemaal links de kleine Maas van Beek uit Barneveld. Hier rijdt Meijer weg bij de anderen. Het is geen demarrage, maar de anderen kunnen gewoon niet volgen. Er valt een gaatje tussen Harold Meijer en de twee Nederlanders daarachter. Maas van Beek en Jaap Viergever.
En dan weer een gaatje naar de anderen. Maar je ziet dat Harold Meijer daar... Kijk, Maas van Beek moet van de fiets af. Ja, viergever is dat die van de fiets afgaat. Die gaat maar lopen. Maas van Beek probeert dan nog op de fiets te blijven zitten. Maar hij moet een gat toestaan aan Harold Meijer die de leiding heeft. Er zijn er meer die hier moeite hebben. Ook Willy Bennig, de Duitser in het geel. Die gaat lopen. Nou ja, lopen kun je het al niet meer noemen. En daar rechts is het helemaal ploeteren. Voor Daniel Galli, de Zwitser. Een hele zware dag in deze Crocodile Trophy in Australië. En hier rijden de twee Oostenrijkers, de twee ploegmaats Harold Meijer en Jörg Krasser samen. Zij rijden aan kop van de wedstrijd en daarachter moeten dan de twee Nederlanders Jaap Hiergever en Maas van Beek zitten. Maya die erg blij mag zijn met het feit dat die Jörg Krasser bij hem in de buurt rijdt en dat hij mee is gekomen. De sponsor van Maya, die dus vorig jaar de Crocodile Trophy op zijn naam bracht, heeft dit jaar toch een hoop geld op tafel gelegd om niet alleen Maya hier aan de start te krijgen, maar ook een ploegmaat mee te geven om hem hand- en spandiensten te verrichten. Want de zegen van Maya vorig jaar in deze wedstrijd heeft toch voor de sponsor heel veel publiciteit opgeleverd in Oostenrijk. Dit was overigens een klim, daar rij je echt met het kleinste verzet. In motorbike termen gesproken het piekelootje. Dus voor het kleinste blad en achter ook het grootste tandwiel dus. En daar rijden de twee Nederlandse achtervolgers. Je zag Jaap Viergever rechts het beeld uitschuiven. En hier harkend moet ik zeggen, Maas van Beek. Jaap Viergever en Maas van Beek, toch behoorlijk losgereden. Door de koplopers Harold Meijer en hier Jörg Krasser. En Krasser mag dan van Meijer deze etappe op zijn naam schrijven. Maar Meijer boekt minuten winst in het algemeen klassement. Het ging normaal gesproken toch om secondes. Deze man, Harold Meijer, wint vandaag minuten op zijn concurrenten uit Nederland. De nummers 2 en 3 in het algemeen klassement. Jaap Viergever en Maas van Beek. En dan de laatste etappe van deze Crocodile Trophy, de editie 1996. Voor de tweede maal gereden in de historie. 95 was het debuutjaar voor deze etappewedstrijd. Nog 12 mannen en 1 vrouw in koers. En hier weer een stukje asfalt. Een van de 65 kilometer op deze tocht over dik 2200 kilometer. De laatste etappe, relatief kort, 75 kilometer, leidt de coureurs naar Kuranda. En dat ligt in de buurt van Cairns. En Cairns was de plaats van handeling van de wereldkampioenschappen mountainbike professionals dit jaar. Die overigens gewonnen werd, die wereldtitelstrijd, door de Fransman Ciotti. Hier hebben we overigens verschillende slangen als kadavers zien liggen. En dit is dan de winnaar van de laatste etappe. Dat is Heimo Plusnig, die de laatste rit wint. En hier komen de eerste drie uit het eindklassement. Links Maas van Beek, rechts Jaap Viergever. En in het midden huldigen zij al bij het rijden over de finishlijn. De winnaar van deze wedstrijd, Harold Meijer, die dus voor de tweede maal in successie de Crocodile Trophy op zijn naam weet te brengen. Deze voormalige prof uit Oostenrijk. En hier zien wij de prijsuitreiking die gedaan wordt door de organisatie van de wedstrijd. Gerhard Schönbacher, de Oostenrijker, die feliciteerde Brigitte Kurka. Hier krijgt Maas van Beek voor zijn derde plaats in het eindklassement. Een oorkonde wordt gefeliciteerd door een van de rondemissen. Dan zal waarschijnlijk een oorkonde in handen komen van Jaap Viergever, die als beste Nederlander deze Crocodile Trophy in 1996 afsluit. Ook hij wordt gefeliciteerd door een van de rondemissen. Jaap Viergever met ruim 13 minuten achterstand, nummer 2 in het eindklassement. Maas van Beek, derde met ruim 18 minuten achterstand. En dit is de winnaar, nu tweevoudig triomfator van de Crocodile Trophy, de Oostenrijker Harold Meijer. De beste in deze mensonterende wedstrijd in Australië.
applaus van het publiek en hier en daar het maken van een shotje voor de camera, voor later of voor de mensen thuis. En dan is het feest. Wie spuit er het hardst van deze mannen? Ja, viergever rechts of Harold Maier daar? Nou, Maas van Beek laat zich ook niet onbetuigd. ...2210 kilo...